Dit is die doorn in het oog van een aantal bewoners en milieuorganisaties. Bij de vergisting zou methaan vrijkomen. En dat is heel gevaarlijk volgens Natuur- en Milieuvereniging Namiro. Als het echt ontploft, dat is in een omtrek van 500 meter, kunnen dan doden vallen. Als het ooit zou ontploffen. Het zijn echt chemische fabrieken. Omwonenden van Stichting Behoud van het Halserslaag en buitengebied Wouw zijn bang dat ze straks bij een industrieterrein wonen, terwijl het gebied daar volgens hen helemaal niet geschikt voor is. Wat er nu al staat, is ons, wat ons betreft al niet oké. Maar goed, het staat er, maar het mag beslist niet groter worden. De biovergistingsinstallatie vergist nu 25.000 ton mest en restproducten uit de boerderijen. Maar de boeren willen uitbreiden naar 50.000 ton. En volgens hen hoeven de omwonenden zich ook helemaal geen zorgen te maken. Dit is gewoon een heel moderne bedrijf waar er meer dan duizenden staan er in Duitsland en ook honderden in Nederland. Dus het is super veilig hier. De kans op lekkages is nihil volgens de boeren. Maar behalve de veiligheid maken de buurtbewoners zich ook zorgen om het vrachtverkeer. Je ziet hier de landelijke weggetjes. Het is allemaal heel erg smal. Twee auto's, personenauto's kunnen elkaar niet passeren, moet je al de berm in. Laat staan die grote 40 tonners. Dat past hier gewoon niet. We praten straks over 3 vrachtwagens gemiddeld per dag meer. Onze kinderen fietsen langs hetzelfde paadje naar school. De vrachtwagens gaan niet de andere kant op waar de omwonenden wonen. Ze gaan via de goede route, dus dat valt allemaal reuze mee. De boeren vinden de kritiek een storm in een glas water en nodigen iedereen uit om op hun bedrijf te komen kijken.